Ik kom uit een familie met oorlogstraumatisanten. En bijvoorbeeld, er zijn heel veel anekdotes uit mijn familie, maar een daarvan is dat de vader van mijn oma, die stroopte. Want die wilde zijn gezin gewoon te eten geven, dus die ging in de polder stropen. En die zijn toen op een gegeven moment verraden. En toen moesten ze allemaal op knieën zitten, zijn allemaal doodgeschoten met een kogel door hun hoofd. Dat zijn dingen waar ik vandaag heel erg bij stilsta en die mij ook de gelegenheid geven om in te leven in bijvoorbeeld het leed op de rest van de wereld. Of wat er nog meer aan de gang is. Het was een gemoedelijke sfeer waar gelachen kon worden, maar ook, het was heel bijzonder. Ik heb dat nooit zo, het is altijd eenrichtingsverkeer. Iemand zegt iets en we hebben het nu vanavond met een grote zaal gehad over de oorlog. Hoe is dat nu nog voelbaar? Die vrijheid, wat moeten we daarmee? Bijzonder hoor.